Ik ken ook heel veel topsporters die echt egoïstisch zijn. Die gewoon, jij of ik. En nou ja, heel plat gezegd, ik snijd de ander de strot door als ik de kans krijg. Nou, zo zit ik echt niet in elkaar. Welkom bij Beyond Us, de podcast van Fred Matzer. Hij spreekt hierin met bijzondere mensen over liefde en bewustzijn, over hoe we met elkaar omgaan en hoe we de maatschappij bewuster en liefdevoller kunnen maken. Fred ontvangt zijn gasten thuis op zijn boerderij, omringd door huismussen en weilanden. Samen gaan ze in gesprek over een van de essays van zijn boek Beyond Us. In deze aflevering spreekt Fred met Stefan Groothuis. Stefan is een voormalig Nederlandse schaatser. Hij was een specialist op de 1000 meter en behaalde goud op de 1000 meter op de Olympische Spelen in Sochi in 2014. Fred en Stefan gaan vandaag in gesprek over competitie. Hi Stefan, van harte welkom. Dag. Ik ben blij om met jou over competitie te gaan spreken. Wat zijn zo jouw gedachten daarover? Als oud topschaatser, gouden medaillewinnaar, de 1000 meter, wanneer was het in? 2014. Ja? 2014, ja. Klopt, ja. Ja, interessant onderwerp. Ik heb daar heel lang, bijna maniacaal, ben ik daar ingedoken. En dat heeft zich ook eigenlijk geëvolueerd. Dus steeds extremer geworden. Dat gevoel te willen bewijzen, zou ik meer willen zeggen, op een gegeven moment. En dat heeft ook toegeleid dat ik op een gegeven moment bijna tegenaf ben gaan zetten. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat ik toch ook redelijk recent ook wel weer iets meer ben gaan omarmen, de competitie. Ja. Dat, het ligt heel erg, denk ik, ook wel in de nuance. Wat versta je er precies onder en wat voor invulling geef je eraan? En wat versta jij eronder? Ik zou zeggen, competitie is samen met anderen een bepaalde taak uitvoeren binnen redelijk afgebakende richtlijnen. En dan eigenlijk na de tijd vergelijken van hoe heeft iedereen het daarbinnen gedaan. En ik denk dat het belangrijkste verschil er vervolgens in zit, of je wat voor waardeoordeel je dan eigenlijk aan die vergelijking geeft. En recent ben ik samen met mijn zoontje weer op BMX racefietsen gegaan. Iets waar ik helemaal niet mee bekend mee was, maar wat ik gewoon echt aan begonnen ben samen met hem, omdat we het gewoon allebei heel leuk vonden. En toen dacht ik eerst, nou, ik doe alleen maar dingen omdat het leuk is. Ik wil alleen maar doen om te kijken hoe ik mezelf kan ontwikkelen. En dat is op zich denk ik een hele goede insteek, te willen leren. Maar toen merkte ik wel, op een gegeven moment zei er iemand van, waarom ga je niet toch een wedstrijdje rijden? Ik dacht, nou ja, ik doe geen wedstrijden meer. Ik heb al 5 jaar geen wedstrijden meer gedaan, in de sport ook niet. Maar waarom ook niet? Laat ik gewoon een keer een clubwedstrijdje meedoen. En toen ik daaraan meedeed, toen merkte ik wel weer van dat ik eigenlijk daar op de eerste plaats heel veel plezier uit haalde. Aan het überhaupt competitief bezig zijn. En ook wel dat het mijn ontwikkeling binnen die sport heel erg versnelde eigenlijk. Want het toch die competitie aangaan zorgt er wel voor dat je je dus toch ook weer vergelijkt wel met anderen. Mm-hmm. En dat je je eigenlijk ook een soort referentie hebt van waar sta ik nu? En hoe kan ik eigenlijk mijzelf verbeteren. Mooie uitleg. Nou, je kan je ook zo voorstellen, stel je voor dat er geen anderen zijn, maar je hebt wel je stopwatch. Ja. Dan kan je wel toch dat hele proces van verbetering meemaken, toch? Ja, klopt. En dat heb ik zelf ook, zo dacht ik ook altijd. Maar toch doet die competitie aangaan met anderen. Ja, dat zorgt er wel voor dat je bepaalde grenzen durft over te gaan die sneller slecht, zeg maar, daardoor. Ja. Nou, kijk, heel simpel voorbeeld. Met dat BMX'en, dan moet je over zo'n hobbelbaan heen. En op een gegeven moment ga je steeds harder. En dan heb je bijvoorbeeld, dat noem je een dubbel. Dat zijn twee bulten achter elkaar. Wil je die echt snel doorgaan, dan moet je er overheen springen. Ja, ja, ja. En daar zit eigenlijk niks tussenin. Ja, dus of je springt hem, ja. Of je moet de snelheid echt verlagen, want anders crash je eigenlijk. Ja, ja. En ik ging die wedstrijd rijden en toen sprong ik hem en dan ging die ook goed. Het was wel, ik ben wel iemand die dan zegt van ik ga het doen, dan doe ik het ook met 100% overtuiging. Ja. En dan is het gewoon, en dan gaat het bijna altijd goed. Soms gaat het mis. In een training had ik mij voor kunnen steken van ik ga het doen, maar toch misschien niet. En juist dan crash je waarschijnlijk. Ja, ik weet wel, hè, als je alleen al op school zit, denk ik dan nu aan, ja, je doet je best. Waarom? Omdat je toch
duidelijk gemaakt dat je een hoog cijfer dat dat beter is dan een laag cijfer. Ja. Ik had vroeger een professor parapsychologie van Praag. En die had nogal goed psychologisch inzicht. En wat hij zei, bijvoorbeeld als hij kinderen op de lagere school taal dicteetjes gaf. Mm-hmm. En een kindje maakte meer, nou laten we zeggen 30 fouten in een dictee. Dan had hij de wijsheid om te zeggen, ik geef niet meer dan 6 fouten aan. Want dat kan dat kindje behappen. Ja. Dat kan ik nog uitleggen. Ja. Want als ik dat kindje vertel, dat gaat hartstikke dood. Dat is hartstikke gedemotiveerd. Ja. En ja, dat is zo'n prachtig iets, die compassie bij competitie. Hè? Wat is competitie? Ja. Eigenlijk vergelijken. Ja. Het vergelijken om iets beter te kunnen, beter te doen. En dat ook eventueel aan een ander te kunnen laten zien. Ja. Doen we dat genoeg, denk je? Je bedoelt over met compassie met elkaar omgaan op die manier? Ja, vanwege dat competitieve in de samenleving. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we eigenlijk veel te veel nog... wat ik zei, dat we eigenlijk veel te weinig op dat proces richten... en veel te veel op het resultaat. Dat het idee is van als proces maar zo efficiënt mogelijk inrichten... dan hebben we het beste resultaat. Dus ik denk even terug naar competitie, wat je zegt. Dat daar toch vaak het idee is dat... dat resultaat denken echt wel heel erg dominant is. Ja. Ik gebruik dat graag, de metafoor van tennis. Hè? Die ken je misschien wel. Ja, ja, ja. Het is zo mooi dat badminton, tennis, hè, je speelt elkaar de bal toe. Ja. Op zo'n manier dat die ander erbij kan en een mooie stretch kan maken om de bal weer naar jou enzovoort. Ja, ja. Hè? En als ik dan kijk... Waar staat dat voor? Dat staat eigenlijk voor het continuum. Mm-hmm. En samenwerken. Mm-hmm. En we hebben een verschillende plek. We kunnen elkaar niet verslaan. Nee. En toch, op een dag komt iemand op het gedachte van... Nou ja, nou gaan we het zo opzetten... dat degene die die cyclus doorbreekt... dat we die nog honoreren ook. Hè? Dus dat continuum, als dat gestopt wordt... dan geven we die persoon, die noemen we een winnaar. Ja. Dat is wel raar eigenlijk. Ja, en dat is misschien, daar raak je misschien wel de essentie ook wel aan. Het zit misschien ook wel in het belonen ervan. Wat ik mooi vind, als je bijvoorbeeld een wedstrijdje doet... en het is op een niveau waarbij geen belangen zijn eigenlijk. Of nauwelijks belangen. Toch even terug naar dat BMX van mij, wat ik dan gedaan heb met amateurs. Dan wint er één en de ander verliest, of die wordt geen eerste, die wordt tweede of derde, dan is het na de tijd dat wij de laatste keer is het gewoon high five aan elkaar en daarna ga je met z'n allen een biertje drinken bij wijze van spreken. En dan is er wel een soort gemeenschapszin. Ik denk dat op zich niet per se verkeerd is. Wat zou er gebeuren als we eigenlijk alleen maar aandacht geven aan de tweede of de derde? Nou ja, op zich denk ik dat ook binnen zo'n setting waar die belangen niet zo groot zijn, dat op zich prima zou kunnen. Ja, maar dan ga je ook condities maken. Zeg je wat een enorm belang is om tweede te zijn. Ja, oké. Dan wordt het er weer oké. Als er echt het doel is om tweede te worden, dat zou wel interessant. Dan moet iemand heel hard gaan remmen. Of zevende, weet je. Ja. Hoe zou jij, als je zo meteen wat ouder bent, terugkijken op je leven? Wat zou je dan in het kader van dit thema nog beter willen gaan doen? Samenwerken, competitie. Ik ben iemand die van zichzelf wel redelijk, of behoorlijk denk ik zelfs, egocentrisch is, zou ik willen zeggen. Ja. En dat zou ik wel, beter. Of in ieder geval, ik zou dat wel meer wat voor de medemens willen betekenen, laat ik het zo zeggen. Ik vergeet het alleen vaak in de waan van de dag. Ik ben niet egoïstisch, denk ik. Dat durf ik ook wel te stellen, want dat vind ik wel een belangrijk onderscheid. Ik ken ook heel veel topsporters die echt egoïstisch zijn. Die gewoon, jij of ik. En heel plat gezegd, ik snijd de ander de strot door als ik de kans krijg. Nou, zo zit ik echt niet in elkaar. Zing je wel eens? Heb je wel eens in een koor gezongen? Ik heb wel eens gezongen. Ik heb vorig jaar nog een keer hadden we een soort benefietconcert georganiseerd voor een man bij ons in het dorp die ASL heeft en ALS moet ik zeggen. En die wilde geld ophalen om naar Rusland te gaan voor een behandeling. Ik vroeg het ook eigenlijk een beetje omdat de ervaring van koorzang echt dat het samen zijn. Ja. Hè? En ook als je dan solo zingt in dat koor, je kan ervaren als er geen competitie is, dat het koor je steunt om jou te laten excelleren. Ja.
En als je egocentrisch bent, niet egoïstisch, dan kan je dit misschien ook herkennen hoe fijn het is. Hè? Ja. De steun van de anderen te hebben, maar ook te weten op een paar minuutjes later, seconden later, ben ik weer deel van het koor en kan ik hetzelfde doen met de ander. Ja. Maar jij zingt zelf ook dan, begrijp ik? Of, onder de douche. Onder de douche, niet in de koor. Nee. Nee. Oké, denk misschien op jezelf. Man, het was een mooi interview. Mag ik je heel hartelijk danken. Absoluut. Leuk en dat ik hier mocht zijn. Fijne dag te wensen. Hetzelfde. Fijne dag. Bye. Dit was Beyond Us, de podcast van Fred Matzer. Vandaag bespraken Fred en Stefan Groothuis het thema competitie. Ben je benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan nu.